Hey kijkers van Doomsday, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe PlanetCraft aflevering. Vandaag gaat er een hoop gebeuren, dames en heren. We hebben twee nieuwe invite winnaars. Ik start hier al even in het huisje, zodat jullie nog niet gelijk zien wat er allemaal is veranderd. Jullie zien wel dit epische blok. Maar we gaan even naar het dak. Oh my god, dat muurtje die hier helemaal langs de rand stond. Hè? Weten jullie dat nog? Die is dus compleet weg. Oh my god! Wow! Daarvoor moeten we wel even... een shout-out geven naar Zandbakker. Want daarom heeft hij nog een huis. Die is heel druk bezig geweest aan de muur. Hier beneden hebben we natuurlijk het huisje van Joost Zwart. Die ging zich bezighouden met de mijn. En ik kan je al vertellen... Hallo Arla. Dag. Dat hele kraterding hier zo is dus gewoon weg. Het gaat best wel diep. Hij is goed bezig geweest, kan ik wel zien. En wat gaan wij nou doen vandaag? Kijk, de hele muur is hier al weggehaald. Het plan van mij was om... alle gewassen weg te halen en de bomen weg te halen, mijn huisje weg te halen. Want hier moet natuurlijk in het centrum van Madagaskar binnen deze muren een mooi kasteel komen. Waar ik misschien niet per se kan wonen, maar gewoon wat een centrum is voor de stad. Want nu was het natuurlijk een beetje mijn bunkertje. Maar dat gebied is nu een heel stuk uitgebreider en er wonen nou gewoon andere mensen. Dus dat kan eigenlijk best wel een beetje opgeknapt worden. Dus dat gaan we doen. We gaan eerst alle gewassen maar even weghalen. En ik ga denk ik alles maar beneden een beetje opslaan in kisten. Hier zitten ook allemaal spullen in voor het bouwen. En hierachter zitten kookspulletjes. Dan kan ik gelijk de kistenkamer laten zien. Dit was natuurlijk die verschrikkelijke mijn in de vorige aflevering die bijna vervallen was. Nou, dat is hier niet meer, kan ik je vertellen. Kijk, we hebben hier nou gewoon een leuk kistenkamertje. Oh jongens, het wordt één groot feest hier. Ik zet die kisten van mij gewoon hier heel even aan de achterkant. En dan doen we daar gewoon even al onze spullen in. De waardevolle spulletjes. Oh jongens, dit moet ik ook nog laten zien trouwens. Kijk, hier staan de dieren natuurlijk. Hè? Gezellig. Oh, ik kan die leads al weghalen, want we hebben nu een dicht hekje. Dames en heren. Kippetjes! Oh, en we kunnen ze gewoon breeden. Dus we hebben gewoon een Madagaskar. We hebben gewoon een kippenfarm zometeen. We hebben helaas maar één koe en één varken. Dus die niet. Maar we hebben gewoon een kippenfarmpje. Nou hebben we hier ook allemaal bouwmaterialen. Kijk. Dirt en bloemetjes en heel veel steen. Hadden we ook hout? Ik weet het niet. Oh, hier zitten ook allemaal spulletjes. Nee, volgens mij hadden we geen hout. Zal ik dan beginnen met de gewassen gewoon maar even weg te halen? Joost is klaar met streamen. Hartstikke gezellig. Zeg maar hi tegen de video, Joost. Jullie snappen natuurlijk wel dat deze video... qua opnametijd natuurlijk best wel wat uren gaat duren. En in de edit waarschijnlijk gewoon een aantal minuten. Ja, we gaan even de boompjes kappen, want het hele gebied moet hier vlak worden. Het einde van een tijdperk. Van wel 3 afleveringen. Oh, daar gaat de pickaxe. Nou jongens, moet dat gelijk weer zo heftig? Zal Joost er nog zijn of zal hij hem gepeerd zijn? Het is natuurlijk wel 11 uur. Nee, Joost is er wel nog. Oh jongens, ik vergeet heel die saplings. Oh nee. Wedden, ze zijn allemaal gedespawned. En verdorie, en dan was ik beneden en dan heb ik die scharen niet meegenomen voor deze blaadjes allemaal. Nou ja, we waren boven bezig. Het hele huis is van hout. Zeg ik terwijl ik de vloer van steen heb gemaakt. Grotendeels van hout. Jullie gaan dit heel veel zien, dames en heren. De trap op en de trap weer af. Ik orden ook helemaal niks. Echt een slechte zaak. Huh? Is die nu al kapot? Oh, wacht. Die was nog maar half goed. Ik dacht al, jezus, zo snel. Ja, jongens, moet ik straks even kijken wat ik met jullie doe, hè? Want ik wil uiteraard jullie niet kwijt. Het kippenhok ook niet. Maar hier moet het kasteel komen. Dus ik moet wel iets met jullie zo meteen. Even een hok maken of zo. En ergens vind ik het ook wel belangrijk dat ik dit zelf doe. Want heel die muur natuurlijk is al door een invite-winnaar gebouwd. Heel die mijn. Ik vind het dan wel belangrijk dat ik het kasteel, of in ieder geval het centrum waar ik ga wonen, dat ik dat in ieder geval in mijn eentje heb gebouwd. Ik ben nou echt zo random alles door elkaar aan het weghalen. Hé hey Joost, schiet al op hè. Dat was je huis. Ja, zeg dat wel. Ja. Wil je me helpen? Want wat ik eigenlijk wil, is dat de hele vloer... gelijk wordt met deze hoogte, zodat ik daar het kasteel op kan maken, zeg maar, op deze hoogte. Dit is echt een kutvraag, het spijt me zo, Joost. Echt, ik zou dit ook echt een hele nare vraag krijgen om te krijgen. Ik wil het hele stuk zo vlak. Ik zie, hij moet al huilen. Hij zegt, oké, maar eigenlijk denkt hij, shit, wat vraagt hij me nou? Wat een held. Kijk, zulke bewoners moet je hebben. Joost is gewoon een held, jongens. Kijk, ik hoor hem al helemaal tekeer gaan hier. Oh, yo! Ja, Zandbakker, ik doe dit in je kist. Volgende keer als je online bent,
Dan zorg ik dat je er ook daadwerkelijk weer in kan. Goed? Sorry. Ja, Kip, wat doe je nou hier? Misschien moet ik dat eerst doen voordat Joost en ik hier aan de slag gaan. Dat we even die dieren veiligstellen. Ik ga eerst de dieren eens veiligstellen. Ah, weer die wenteltrap. Even kijken hoor. Ik had hier ergens een stukje vlak gemaakt. Dat is voor een volgende invite winnaar eigenlijk al. Maar ik doe ze gewoon even hier, denk ik. Ja, nou al die kippen, hè. Damn. Ik denk dat ik de kippen gewoon even laat staan. En dan bouw ik daar omheen. En dan komt het wel goed. Oké, zegt Joost. Joost vindt het allemaal prima, jongens. Ja, oké. Een prachtige bloementuintje natuurlijk. Dat tuintje waar ik zo rustig van werd. Oh my god! Ik was er even stil van. Thanks Joost. Ik ben zo Minecraft noob, jongens. Mochten jullie deze jongen ooit tegenkomen, gewoon in Planetcraft. Hij loopt wel eens rond in Turkije en hij reist veel. Niet alleen op Madagaskar. Geef die jongen een appel of zo, hè, voor de dorst. Die jongen die werkt zo hard. Geef hem gewoon een appeltje of iets. Gun hem iets, oké? Zeg gewoon, Joost, we hebben je bezig gezien, alsjeblieft. Wat een teamwork, jongens, wat een teamwork. Kijk, het hele stenen dingetje is hier nu ook weg. Ik haal nog wel even dit hout weg en dat steen. Oh, wow, huh? Hey, holy shit. Die Joost, die heeft spullen, jongen. Dat wil je niet weten. Je kan zeggen wat je wil, maar Joost maakt mijn leven makkelijker op dit moment. Want een oerlelijk vogelhok, kippenhok heb ik eigenlijk ook gemaakt. Ah! Ik verdrink. Oh, Joost. Nee. Oh, Joost. Help. Oh nee, stop dat nog. Joost, help. Oh nee. Echt, laat mij geen dijken bouwen. Dat gaat helemaal mis. Kijk, hier kunnen we wel een mooi plekje bouwen. En nu zullen jullie je wel afvragen. Of totaal niet natuurlijk. Van, jongen, wat ga je hier in godsnaam bouwen? Hoe ga je dit bouwen? Wat heb je in je hoofd? Ik heb wel ongeveer wat in mijn hoofd. Weer zo'n epische. Oh my god. Waar haalt hij al die epische shit vandaan? Zo, alle steen is zo goed als weg, jongens. En al het hout. Joost, ik ga vast een hele lading steen halen als je het niet erg vindt. Is dat goed? Joost, je bent een held. Wat we doen. Ik denk dat het midden... Ja, daar is die grote poort. Maar het midden van dit terrein is denk ik wel ongeveer hier. Oeh, prachtig. De twee torens. Wat ik dan wil is dat je hier wat binnenkomt. Maar dat wordt een soort plein. En dan doe ik deze weg. Want hier komt dan de ingang naar die toren. Nou, ik vind dit heel mooi. Maar dit moet dan eigenlijk omlaag. Dit gaat helemaal verkeerd natuurlijk. Komt allemaal goed, jongens. Jullie denken vast, wat is Kevin hier aan het doen? Maar wat ik ga doen... In het kasteel hebben we natuurlijk een plein. Hier zo komt dat plein. En wat me leuk lijkt is dat er hier een winkeltje zit. Bijvoorbeeld om koekjes en brood te verkopen. En dat je hier ook een winkeltje hebt om vlees. Dus dat we een bakker en een slagerijtje op het plein hebben. En hier komen dan de trappen om omhoog te gaan. Maar achter de winkels heb je natuurlijk voor de werknemers of zo. Heb je hier zo een soort looppaadje nog. En dan heb je hier een soort opslagruimte voor de koekjes en het vlees en weet ik het allemaal. Ja, en hoe we dan die kistenruimte, zeg maar, de ingang gaan maken. Want mensen die op het plein komen, moeten natuurlijk niet allemaal naar de kistenruimte kunnen. Ja, daar moeten we even iets op bedenken. Dat moet een afgesloten dingetje worden. Eens zien. Ik denk dat we het voornamelijk van oak moeten gaan doen. Want we hebben hier al oakwood slabs. Hier hebben we oakwood slabs. Hier hebben we planken waar we slabs van kunnen maken. En we hebben echt heel veel oakwood. Jongens, ik heb nu toch al zeker een aantal minuten niks van Joost gehoord. Waar is Joost? Joost is wel nog online. Is hij aan het mijnen of zo? Even kijken, vanaf waar gaan we de vloer doen? Want op het plein komt natuurlijk een andere vloer. Maar vanaf hier... Jongens, weet je wat ik denk ik doe? Jullie hebben nu het geraamte gezien. Ik ga nu het kasteel bouwen. Ik ga even de opname uitzetten. Ik ga even lekker een muziekje aanzetten. En dan zie ik jullie gewoon zo meteen als het af is. Hoe vinden jullie dat? Jullie zien nu, het is 11:55. Dit wordt grappig. Nou, dames en heren, daar zijn we weer. Jullie zullen een heleboel niet herkennen. De invite winnaars die zijn natuurlijk druk bezig geweest met mij. En jullie zien de tijd niet meer staan. Ik zei al, let op die tijd, maar die is weg. We zijn namelijk een paar dagen verder. En ik heb heel veel gebouwd en gesloopt. En ondertussen is de nieuwe update uit.
Dus vandaar dat jullie de tijd niet meer zien. Maar ik ga jullie heel even rondleiden in wat ik heb gebouwd. Het is nog niet helemaal af, maar het staat grotendeels. We gaan hier even naar beneden. En als we hier de trap op gaan, dan zien wij hier een prachtig kasteeltje. We zien hier twee torens en een mooie poort. Nou, daar gaan we heel even doorheen. En dan zien we dat we op een soort binnenpleintje komen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Met een mooie fontein. En hier heb je dan, kun je de twee wachttorens kun je op. Met een heel mooi uitzicht trouwens, moet je kijken. Zo, over het eiland. Ik vind het een prachtig uitzicht. Zo met de jungles daar en het water. En hier zo alle boompjes en de hele veel bloemetjes. Wat ik leuk zou vinden is als we hier op een gegeven moment een bruisende community hebben. Dat er hier een bakkerijtje zit en een slagertje. Maar jongens, we hebben best wel gewoon geluk dat we best wel wat kippen hebben. En die kippen die geven eieren. En dan kan je dus ook weer koekjes en zo mee maken. Dus dat is allemaal heel erg chill. Ik heb hier zelfs al een paar dingetjes gemaakt. Kijk. Hier heb je dan het bakkerijtje binnenkort. En dan heb je hier, kijk, heb ik gewoon al koekjes en brood. En ik heb kip gebakken. Die liggen nu nog in de verkeerde kist. Die moet natuurlijk eigenlijk daar bij de slagerij liggen aan de andere kant. Hier zou je dan de slager hebben. Ja, dat lijkt mij een superleuk idee. En dan heb ik hier, tam tam tam. Ja, schrik niet, maar ik heb hier twee cellen gebouwd. Nou ja, in plaats van dat we ze doden, kunnen we ze dan hier een tijdje vasthouden. Hier beneden zit het weggetje naar, met een afgesloten deur naar die kistenruimte die er voorheen ook al zat. Met die hele lange wenteltrap naar beneden. Even terug naar het binnenpleintje gaan. Hier moeten ze nog een hele hal bovenop komen. De muren hoger en een dak. Nu is het nog een open ruimte. En ja, jullie zien al wat dit is natuurlijk. Dit wordt een beetje de troonzaal en de bespreekruimte. Waar we bondgenoten kunnen sluiten of misschien wel de oorlog aan mensen kunnen verklaren. En dit is dan de prachtige troon waar in dit geval ik zal zitten. Het is niet groot, maar het is een leuk beginnetje denk ik. Ik vind het mooi. Toen kreeg ik nog een tipje. Kijk, dit heb ik niet gedaan hoor, jongens. En hij is er nog niet af, maar ik wil het je gewoon even laten zien. Joost Zwart, die hebben jullie natuurlijk de hele aflevering gezien. En terwijl ik dagen bezig was met dit kasteel in elkaar flansen, is hij ook bezig geweest. En ik laat het gewoon heel even zien. Bam, wat een immens groot ding. Joost heeft hier een standbeeld gemaakt van mij. Er moeten nog wat details komen, maar hij had het idee van eigenlijk een soort vrijheidsbeeld van Madagaskar. Ik kon het wel waarderen. Ik vind het wel lachen. En daar is hij heel druk mee geweest. Moet je kijken, als je hier dan langs vaart, dan zie je dus gewoon het standbeeld. Ik ga hier de video wel afsluiten. Hij is lang genoeg geweest met al dat slopen. En ik wilde gewoon nog even... Sst, telefoon. Maar ik hoop jullie te zien bij een volgende PlanetCraft. Kom altijd gewoon even gezellig langshoppen op Madagaskar. Dat kan gewoon, als je maar lief bent. En ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken. Laat even een like achter als je het leuk vond. En hopelijk tot de volgende keer. Ciao.